paas op Jahan Baks. En hier de kans voor Weghorst. Weghorst, en het is raak. Gemaakt door de spits van AZ. Fout Weghorst. Jahan Baks. Zelf geschoten van een goal. Wat een goal. Alireza Jahan Baks. En het staat 2-0 voor AZ. Geweldige knal. En daarmee beslist Jahan Baks de wedstrijd. Jahan Baks kan zijn tweede gaan maken. In de laatste minuut van de extra tijd. En hij vliegt erin. Ja, zo staat het. In de extra tijd. 1-3. Stankovic. Bijna 10 minuten onderweg in de tweede helft. En een goede combo. Lucassen. Zet AZ op voorsprong. Eerste doelpunt van het seizoen voor Dirk Lucassen. Hij komt het hoogst van allemaal. Wint het kopduel van Sanusi na de vrije trap van Tankovic. Kortsmit uit positie. Garcia is er weer langs, Garcia, ja hoor. Garcia en Friday bij de tweede paal. En zo lijkt een nederlaag AZ bespaard te blijven. Mag het daarvoor Garcia dankbaar zijn. Blijkbaar geen overtreding van Vlaar. Friday van Overheem, geen buitenspel door Santos. Daar komt 1-0 aan, de bal is wel erg hard voor hem uitgespeeld. Hij krijgt een herkans, hij kan geen buitenspel staan. Is het Hens ook niet, nog een keer nu dan. Drie keer scheepsrecht. AZ op 1-0, de 20e minuut. En vraag niet hoe, maar Dos Santos heeft die bal uiteindelijk in het Excelsior-doel gekregen. Een van de meest opmerkelijke treffers in ieder geval dit seizoen in de Eredivisie, denk ik. Fijn geldig en daar gaat het om. Wat een gedoe, zou je zeggen, als je ziet hoe deze bal er uiteindelijk in vliegt. Hij heeft er flink wat moeite voor moeten doen, Dos Santos. Nieuwkoop zich gereed maakt om in te vallen. Deze vrije trap van AZ door Lucassen binnengekopt in de 63e minuut bij de tweede paal. En daar waar AZ geen gebruik maakte van de slapte in de beginfase van die tweede helft, doen ze dat nu wel om nog het even te maken. Maar in alle overijl is het misschien Weghorst die er 5-2 van kan maken. Het zou heel slordig zijn. Vermeer wordt alsnog gepasseerd. Jahan Baks. En daar Dos Santos moet een goal zijn dit. En dat is er ook eentje. Hij profiteert van het stappen van Eboué. Die loopt alvast naar voren. En dan is het zijn man Dos Santos die scoort. Volgende mogelijkheid is er. Volgende goal is er. Ja, het is zo eenvoudig. En het is weer Dos Santos.
die tegen ADO Den Haag tot volle wasdom komt. Helemaal aan gort gespeeld, de verdediging van ADO. En weer is het Depni dos Santos. Buitens. En Van Overheem op weg naar de 3-0. Oh, dat doet hij wel mooi, hè. Wat prachtig afgemaakt van Joris van Overheem. De klassieke stift. Prachtig gedaan. Svensson. Bal schiet een beetje ver voor zijn voet. Jahan Baks. Krijgt hem nog terug. Van Overheem. Hakje Friday. Oh. Ja. De goal is prima van Friday. Maar daar gaan een paar opofferingsgezinde momenten aan vooraf. Dat je het wil. Zelfs bij die 3-0. Jahan Baks. Het was een bal die bijna niet te belopen was voor hem. Van Overheem, wat moet je hier doen bij de achterlijn? Hakje. Terug naar Friday. Prima goal.